Toen zette ze dat echoapparaat erop en toen zei ze meteen al, oei, dat is niet goed. Het meest verdrietig om was, is dat Marley over 2 maanden de trouwkoets zou trekken naar onze bruiloft. Dus Marley mag helaas niet mee, dus moet ik toch Natch meenemen. Die heeft een onderzoek gedaan, dus naar het welzijn van coachpaarden. Ik denk dat het met deze meneer 2 kanten op kan gaan. Wat komt Natch jou vertellen? Ook verkocht als coachpaard, dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè? Ja. Wat is jouw mening daarover? Ik wist wel dat ik ging huilen, want ik moet om alles huilen. Maar dat ik zo hard moest janken, had ik echt niet verwacht. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag in deze video in ieder geval iets heel erg leuks doen met Natch. Dat was namelijk een soort coaching sessie. Op een symposium. En die is echt mega vet geworden. En echt aan te raden om die even te gaan kijken. Maar ik zou als eerste Marley meenemen. Dus dan kom jij gezellig bij mij staan, zusje. Ik denk dat jij ook een heel goed coachpaard zou zijn. Je bent zo'n dropje. Marley staat hier zo. Ze willen allemaal heel graag op de wei. Maar dat mogen ze eventjes niet vanmiddag misschien pas. Dus daarom staan ze zo mij lastig te vallen. Hè? Ja, want jullie willen iets duidelijk maken. Maar ik zou dus eigenlijk Marley meenemen hier naartoe. Maar zoals jullie in de vorige of die daarvoor vlog hebben gehoord, is dat Marley een zwelling op zijn pees had. En daarmee ben ik dus naar de kliniek geweest. Iets van 1,5 week nadat we het hadden gevonden. Want ja, dan kon die zwelling even een beetje afnemen. Een beetje gestapt, een beetje gekoeld. En die zwelling is zeker afgenomen. En ik heb hem toen dus mee naar de kliniek genomen om een echo te maken. Ik ga er niet een extreem lang verhaal van maken, want het is gewoon wat het is. Ik ging naar de kliniek toe omdat hij dus een zwelling op zijn pees had zitten. En daar gingen we hem even op het harde heen en weer draven. Nou, er was niks te zien. Op het harde stappen en draven. Op de volte linksom was niks te zien. En op het harde rechtsom liep hij echt best wel duidelijk kreupel op rechts voor. Dus toen zei ze, ja, we kunnen wel nu gaan uitverdogen om te kijken waar het exact vandaan komt. Maar aangezien die heel erg duidelijk op rechts voor kreupel loopt en op rechts voor heeft hij ook die zwelling, kunnen we eigenlijk net zo goed meteen een echo gaan maken. Dus dat hebben we gedaan. Dus dan scheren ze natuurlijk eerst even een stukje weg. En toen zetten ze dat echoapparaat erop. En toen zei ze meteen al, oei, dat is niet goed. Dat is wel echt een flinke peesblessure. Dus dat was natuurlijk meteen al niet leuk om te horen. Maar ja, aan de andere kant verwacht je het ook wel ergens. Als hij een zwelling op zijn pees heeft zitten, dat hij dan wellicht wat kan hebben. Oké, alle paarden zijn nu 2 meter van mij verwijderd. Ik hoop dat ik nu eigenlijk normaal mijn verhaal kan vertellen. Heel gezellig hoor, met ze erbij. Maar handig is een tweede. Op de echo was best wel duidelijk zichtbaar dat er een soort gat in zijn pees zat. En nu heeft natuurlijk heel veel verteld over waar het bot zit. En dat er volgens mij 3 verschillende peesdingetjes, banden, liepen. En dat het om degene gaat, dat heet het checkligament. Dus hij heeft een gat in zijn checkligament zitten. En dat is natuurlijk vervelend, want ze zei meteen al van dat gaat echt maanden duren voordat het weer goed is. Aan de andere kant is het een soort van positief, omdat dat volgens mij de meest gunstige pees is om dan een blessure aan te hebben, omdat de genezing daarvan heel goed gaat. En het vaak niet zo is dat die weer terug kan komen. Sommige peesblessures die blijven dan volgens mij een beetje een zwakke plek en die kunnen best wel weer makkelijk terugkomen. Maar bij deze is dat als het goed is dus niet zo. Maar ja, toen had ze het dus over van, nou, dat gaat echt maanden duren. Dus toen vroeg ik, nou, hoe lang dan? Zij is na ongeveer 1,5 jaar revalideren tot het oude niveau. Nou, nu vind ik een oud niveau bij hem een beetje moeilijk te beoordelen. Want voorheen liep die oud niveau natuurlijk centrosuur, B springen en zo. Maar de afgelopen tijd, sinds die artrose, zijn we natuurlijk juist alleen maar buitenritjes aan het doen. En heel simpel bakwerk en zo. Denk ja, Wat valt een beetje onder oud niveau dan, maar goed. Alleen wat ik toen besefte, en dat is eigenlijk waar ik uiteindelijk die dag het meest verdrietig om was, is dat Marley over 2 maanden de trouwkoets zou trekken naar ons bruiloft. En dat is natuurlijk al jarenlang een droom van mij, dat Mar dat kan gaan doen. Dus toen zei ik van, over 2 maanden zou hij mijn trouwkoets gaan trekken, dus dat kan zeker niet meer. En toen zei ze, nee, dat kan je wel vergeten. Dus daar was ik vooral echt heel erg verdrietig om.
Natuurlijk vind ik het heel vervelend voor Mar dat hij best wel een flinke peesblessure heeft. En dat ik ook denk, hoezo? Waarom? Mar heeft de eerste 14 jaar van zijn leven niks gehad. En in één keer krijgt hij echt het een na het ander. Dus dat is echt wel heel vervelend. Nou ja, dan is er ook de vraag van hoe komt hij hier in hemelsnaam dan aan? Nou, dat kan dus ook weer van alles betekenen. Een gat in het checkligament of een blessure daar zo. Heeft vaak met overstrekking te maken. Dus als hij dan gewoon een keer zijn voet verkeerd heeft neergezet. Het kan ook juist een overstapping zijn. Het kan echt van alles zijn. En waarvan ik dacht dat het eigenlijk pas vrij recent was. Want die zwelling was mij eerder nog nooit opgevallen. Is juist de kans aanwezig dat het er al een tijdje zit. En dat kan dus zijn dat hij dan waarschijnlijk zich een keer overstrekt heeft. Waardoor het een klein trauma wordt. En omdat Mar dus nooit aangeeft dat hij ergens last van heeft. Tenzij het eigenlijk al best wel ver is. Ga je er gewoon mee rijden. Ga je er gewoon dingen mee doen. En heb je het allemaal niet door. Totdat het op een gegeven moment dus best wel erg is. En dan pas gaat hij een keer iets aangeven. Zoals dat je dus een zwelling laat zien. Maar net zoals op het zachte ging ik hem checken. Daar liep hij gewoon helemaal goed. Ik heb hem alleen niet op het harde gedraafd. Dus voortaan zou ik dat dan moeten gaan doen. Nou, lang verhaal kort. Hij heeft dus een peesblessure. Wat best wel heel erg lang gaat duren voordat hij weer genezen is. Wat vooral natuurlijk kut is, is dat hij niet mij naar, of ons naar de bruiloft kan brengen. Dat het eigenlijk juist nu het mooie zomerseizoen is. Waar je juist lekker wil genieten van elkaar. Lekker buitenritjes en zo wil gaan doen. En dat is natuurlijk niet iets wat je graag wil. Dus ik vroeg ook van nou, wat kunnen we er nog meer aan doen dan gewoon rust? Want ja, de bedoeling is dat hij nu gewoon eigenlijk rust krijgt. Ik heb een opbouwschema gekregen. En daar is bijvoorbeeld eerste maand stappen. Twee keer per dag, 15 minuten. Maar ik heb het met de dierenarts over gehad, want hij stapt hier heel de dag door. Je kan er namelijk voor kiezen met peesblessures om ze op boksrust te zetten. En ze dan dus twee keer per dag eruit te halen om 15 minuten te lopen. Nou, dat ga ik niet doen. Dat is eigenlijk ook niet per se het beste of zo. Alleen het gaat erom dat het paard niet gek mag gaan doen. Dus als ze bijvoorbeeld op de paddock of de wei staan, dat ze niet alleen maar constant aan het rennen en zo zijn. Nou, eigenlijk staat hij hier met die andere twee ponies super rustig. En hebben ze echt wel één keer in de zoveel tijd, even de gekke 5 minuten. Dus ik moet even in de gaten houden. Of dat, als dat heel vaak is, dan moet ik hem toch op een bepaalde manier even apart gaan zetten. Of kijken of ik hem daar toch in ieder geval voor kan behoeden. Daarom is het ook nu een beetje moeilijk met weidegang. Want als ik ze nu elke keer maar een half uurtje op de wei zet om hem op te bouwen, dan gaan ze bijna altijd rennen. Dus ik moet even kijken hoe ik dat precies ga doen. Dus normaal gesproken 2 keer per dag een kwartiertje stappen. Maar omdat hij hier al heel de dag loopt, hoef ik maar 1 keer per dag een kwartiertje te stappen. Dan 2 keer per dag een kwartiertje koelen. Dus ik doe nu 1 keer koelen met water. Want uiteindelijk is koelen met water het beste. Maar je hebt ook van die ijsvibes. Van die dingen die je om de benen kan doen. Nou, daarvan zeiden ze eerst van ja, het beste is wel gewoon koelen met water. Maar ja, het is gewoon bijna niet te doen om 2 keer per dag een kwartier lang te koelen. Dus ik doe nu 1 keer per dag dan koelen met water kwartier lang. En 1 keer per dag doe ik dan die ijsvibes om. Die heb ik tweedehands via Marktplaats gekocht. Dus die krijg ik als goed vandaag morgen dan binnen. En verder gewoon rust. Dus een maand lang is dat het plan. Dan een maand lang volgens mij wel erop stappen. Dan krijg je dus een controle-echo. En die controle-echo zou dan waarschijnlijk ongeveer 1 week voor de bruiloft zijn. Want ik had er eigenlijk dus bij neergelegd met heel veel verdriet dat Marley ons niet zou brengen naar de bruiloft. Dus had ik met Sjoerd eventueel bedacht om hem dan eventueel met de trailer en dan de trouwkoets met een aanhangwagen of zo naar de trouwlocatie te brengen. En dan alleen het de oprijlaan te doen. Want de dierenarts had wel gezegd dat hij echt wel een stukje mag stappen met de koets erachter. Maar ja, het is vanaf hier naar daar is een half uur draven. Dus dat mocht niet, maar een stukje stappen dat mocht wel. En ik had verder nog aan de dierenarts gevraagd of er nog behandelingen zijn die het kunnen verbeteren of versnellen. Nou, zij hadden het over PRP. Ik zal eventjes hier laten zien wat PRP precies betekent. Maar ze zei in ieder geval dat de peesblessure die Marley heeft eigenlijk perfect is om dus zo'n PRP-behandeling mee te doen. Dus ik ga hem morgen naar de kliniek brengen om die behandeling te doen. Laseren zou ook nog goed kunnen. Zij had het erover dat laseren wel die blessure kan verbeteren als in minder littekenweefsel. Omdat het mooier geneest allemaal. Maar dat het niet per se zou versnellen. Dus toen dacht ik, oh ja, nou ja, als het niet per se zou versnellen en ik doe ook al dat PRP, dan hoef ik dan misschien dat laseren niet te doen. Maar toen sprak ik dus daarna 2 revalidatietrainers die allebei met de high power laser werken. En dus heel veel paarden met peesproblemen per jaar behandelen. En die zeggen allemaal eigenlijk dat het wetenschappelijk is aangetoond dat lasertherapie het wel kan versnellen. Moet je wel echt die high power laser dus hebben.
Dus toen dacht ik van oké, dan wil ik dat natuurlijk absoluut wel gaan doen. Dus ik heb even contact met iemand gezocht die hier in de buurt zit. Want ik wil wel graag dat het gewoon hier thuis gebeurt. Want dat moet 2 keer per week en voor meerdere weken achter elkaar. Dus ik heb eigenlijk weinig zin om dan de hele tijd naar de kliniek te rijden. Dus dan even contact met iemand die dat dan hier thuis kan komen doen. Dus daar bel ik van de week dan eventjes mee. Want je wilt eigenlijk wel allemaal zo snel mogelijk natuurlijk in gang gaan zetten. Zodat de meeste resultaten gewoon behaald zijn als je over 2 maanden die controle-echo hebt. En een van die revalidatietrainers die dus met zo'n high power laser werkt, die was zelfs zo optimistisch dat ze zei dat de kans best wel groot dan zou zijn als je dus PRP en laser deed, dat die ons wel naar de bruiloft kan brengen. Nou, dat vind ik wel heel optimistisch, dus daar wil ik absoluut niet van uitgaan. Maar laten we ons wel gewoon zoveel mogelijk inzetten om Mar natuurlijk als eerste zo snel mogelijk van die blessure af te helpen. Dat het zo goed mogelijk en zo snel mogelijk geneest, zodat hij ook weer gewoon lekker zijn ding kan doen. Want hij is zo blij als hij lekker naar buiten mag en zijn ding kan doen. Mar krijgt niet genoeg uitdaging door alleen maar hier op de trek 24/7 te gaan staan. Dus hij wil wel echt heel graag ook dingen doen. Dus voor hem wilde natuurlijk dat het liefste doen. En voor mij was het natuurlijk die droom dat hij ons naar de bruiloft kon brengen. Dus ja, dat zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden. Maar al is het maar alleen de oprijlaan richting het landhuis. Ik denk dat dat het een beetje is. Ik kan er nog wel heel veel meer over vertellen. Maar ja, ik denk dat ik de meeste informatie in ieder geval aan jullie verteld heb. Nou, ik was natuurlijk echt super verdrietig. Maar toen ik dus s'avonds ook alweer die mensen sprak, ook weer iets meer hoop gekregen dat het geen 6 maanden hoeft te duren. Dus mocht iemand ervaring hebben met peesblessures van het checkligament, mag je me altijd even een berichtje sturen met bepaalde tips of bepaalde ervaringen of zo. Daar kunnen we natuurlijk alleen maar van leren. En verder heb ik natuurlijk zelf gewoon contact met de dierenarts en de mensen die ik vertrouw en waar ik advies van aanneem. Maar goed, dan weet hij dus het volledige verhaal. Mar zou eigenlijk dus de volgende dag meegaan naar het symposium. Maar ik verleg even in dat stukje ook uit met waarom we ervoor hebben gekozen om hem niet mee te nemen en nasjes mee te nemen. Dus jullie gaan nu naar dat stukje video kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag, de dag dat het 25 graden wordt. Ik ben zo intens gelukkig met dit weer. Behalve dat ik heel de dag onderweg of binnen zit. Dat is een beetje jammer. Maar de rest van de uurtjes die ik vrij heb, ga ik optimaal genieten van dit weer. Je ziet het niet helemaal aan mijn outfit af. Donkerbruin met zwart. Niet echt heel erg zomers gekleed. Maar dit is wel even een chille outfit voor vandaag. Want niet dat ik vandaag hoef paard te rijden, maar ja, ik had even geen spijkerbroek meer en ik beweeg wel lekker in deze rijbroek. Dat is mijn eigen oude sample, dus het is niet een nieuw sample, dus deze gaat het niet worden, maar het zit nog steeds lekker. Dit is ook een sample vestje en dit is een oude, deze van 2 jaar geleden of afgelopen zomercollectie volgens mij, polootje van BR. En kijk, 24, 25 graden is heel lekker, maar ik weet nog niet zo goed of het echt korte mouwen weer is. Dus dan kan ik deze lekker eroverheen doen. En als het dan toch te warm weer is, kan ik hem lekker uitdoen. En dan matcht het allemaal nog steeds bij elkaar. Ik heb paardjes lekker eten gegeven hier zo. Ja, met Mars natuurlijk allemaal nog steeds een beetje kut en zo. Maar ja, gisteren natuurlijk wel veel gesprekken met mensen gevoerd. Waardoor ik er ietsjes wel een soort van optimistischer, positiever in sta. Maar ja, nog steeds moeten we alles natuurlijk gewoon gaan aankijken. En alles wat we aankomende tijd gaan doen, dat gaat uitwijzen tijdens die controle echo dan. Of dat dan natuurlijk ook allemaal gaat werken. Dus dat weet je toch pas over 2 maanden. Maar vandaag zou Marley dus eigenlijk meegaan naar Dronten. Want mijn oude school, Eres Hogeschool in Dronten, waar ik opleiding hippische bedrijfskunde heb gedaan, die organiseert dus een seminar voor paardencoaches. En dan het thema is volgens mij welzijn bij coachpaarden. Dus het gaat niet alleen maar over paardencoaching en coachpaarden. Maar het gaat vooral omtrent ook welzijn bij paarden, bij coachpaarden. En ze vroegen dus aan mij of ik het leuk vond om een van mijn paarden mee te nemen voor een kleine demonstratie. Nou, daar vertel ik vandaag natuurlijk nog veel meer over met waarom en hoe en zus en zo. Maar ik zou Mar meenemen. Want Mar die is denk ik daar veel meer geschikt voor dan Narch. Veel makkelijker in ieder geval. Als in met de trailer daarheen en dan daar verblijven. Maar ja. Ik heb het wel gisteren aan de dierenarts gevraagd van, ik heb vandaag dit staan, mag die mee? En toen zei ze, ja, als je gewoon rustig met de trailer rijdt en hij hoeft daar inderdaad verder niks te staan, alleen maar stil te staan en een beetje heen en weer te lopen, want hij hoeft natuurlijk niet te rennen of te springen of zo, dan mag het wel. Maar met organisatoren heb ik overlegd, omdat natuurlijk echt het thema welzijn bij coachpaarden is, vonden ze het dus niet passend als dan Mar, die gisteren gediagnosticeerd is met een flinke peesblessure, dan als coachpaard wordt gebruikt. Wat ik natuurlijk volledig begrijp. Dus Mar die mag helaas niet mee, dus moet ik toch Natch meenemen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe Natch het gaat doen. En
Ik had wel gezegd onder een paar voorwaarden, want we zijn bezig met hem natuurlijk aan te laten komen. Dus ik zit er niet op te wachten dat hij vandaag dan weer heel veel stress kan krijgen, om wat voor reden dan ook. Maar er is een stal voor hem geregeld waar hij tegenover paarden staat, die hij kan zien en zo. Bodembedekking, ik neem zelf dan mijn hooi mee. Ik heb ook extra slobber gemaakt, zodat als we daar aankomen kan hij een bak slobber krijgen. En als hij weer thuis is kan hij een bak slobber krijgen. En voor de rest is het gewoon allemaal heel chill en heel gemoedelijk. Dus ik dacht, oké, onder die voorwaarden wil ik Nacho meenemen. Want dan dat hij zo min mogelijk stress kan krijgen. Dat hij niet nog meer afvalt in ieder geval. Dus nadat ik de trailer achter mij heb staan. Dus ik ga nog heel even een rondje doen met de laatste dingen die ik moet meenemen. Maar zoveel hoef ik niet mee te nemen. Ik ben wel in mijn eentje vandaag. Maar als het goed is komen een paar studenten mij helpen met filmen. En Nacho een beetje klaarmaken en zo. En dan ga ik straks op naar Nacho. En dan hoop ik niet dat, want ik heb hem zonder deken gelaten gisteren. Want ja, het is prachtig weer. De kans is natuurlijk erg aanwezig dat hij dan nu op de wei staat. Maar ja, die weiden zijn best wel modderig nog. Dus ik hoop niet dat ik hem nu helemaal onder de modder aantref. Want dan moet ik hem nog even snel wassen. Maar daar heb ik eigenlijk niet echt tijd voor. Maar gaat zien. We gaan het allemaal zien hoe ik hem ga aantreffen. Ik ben aangekomen op stal. Maar ik had dus deze schoenen aan. Ik heb deze nieuw gekocht. Letterlijk als stalschoenen. En misschien verklaren jullie me nu voor gek, maar ik vind het zo mooi staan om witte sneakers onder je rijoutfit te hebben. Alleen, ja, heel vaak is het natuurlijk gewoon mega zonde. Maar ik dacht, als ik nou speciaal witte sneakers ervoor koop, dan is het, blijft het nog steeds zonde. Maar is het iets minder zonde. Maar ik had even voor de zekerheid mijn joppers meegenomen. Ik had ook misschien beter mijn laarzen mee kunnen nemen, omdat ik zag dus dat het naartoe buiten staat. Wat natuurlijk heel fijn is, maar dan moet ik de modder in. Dus dat ga ik maar, dat gaat me net even iets te ver. Zeker omdat ze vandaag pas één dag oud zijn, maar helemaal wil ik dat ze ook echt lang wit blijven, moet ik dat soort dingen gewoon niet gaan doen. Meneer is, nou ja, gewassen zou ik niet zeggen. Ik heb de voetjes even afgespoten, want die waren wel erg zwart geworden. Ja, en nu, ja, daar zit boven je ook gewoon hooi. Hier. Je hebt daar ook hooi in een hooizak. Oh, dit is niet handig wat hier gebeurt. Ik denk dat ik hem beter even hier aan vast kan maken. We hebben een goede reis gehad en ik ben dus aangekomen op de paardenplaats. Echt zo leuk, want ik ben hier echt al jaren niet meer geweest. Nou, ik denk zeker 2 à 3 jaar of zo, voor mijn gevoel in ieder geval. Dit is de schoolstal. Dus Narch, ik kreeg hem voor het eerst. Is Mar hier nooit geweest? Nee, Mar is hier wel een keer geweest. Nee, niet Mar is hier nooit geweest. Voor het eerst dat ik een paard van mij op de schoolstal ga zetten. Narchie die staat op stal, er staat het eentje tegenover hem. Komt er ook nog eentje volgens mij later tegenover te staan, zodat hij altijd iemand te zien heeft. Super blij mee. Ik heb slobbertjes dus voor hem meegenomen. Hij heeft vooral de wortels ertussen uitgegeten. Ik heb hem even hier neergezet, want eerst stond hij daar. En toen ging hij erin staan, het had allemaal glas tussen zijn slobber. Hooi in zijn hooizak en hooi op de grond. Goed zo, hè? Lekker eten. Ja, ook. Zie jij, is gewoon de wortels eruit aan het eten. Klein hoefje. Watertje heeft hij. Dan ga ik maar eerst die kant op en dan mag Nach over ongeveer 2 uurtjes die kant op. Oké, ik ben binnen. Ik hoop dat jullie me kunnen verstaan, want hier is best wel een beetje druk. Echt super leuk. Er zijn 230 mensen aanwezig hier vandaag, dus dat is echt super vet. Ik had nog even nagevraagd, want ik heb hier mijn zoomlens in hand, want straks gaat er iets gebeuren waar ik even mijn zoomlens voor nodig heb. Maar volgens mij noemde ik het een seminar eerder vandaag, maar het is dus een symposium. Het lectoraat van school. Straks ga ik iemand interviewen en dan ga je het allemaal precies horen. Die heeft een onderzoek gedaan, dus naar het welzijn van coachpaarden. Die uitslagen daarvan worden vandaag gepresenteerd. Dus vandaag zijn er praktisch, denk ik, van de 230, ongeveer 230 mensen die ook paardencoach zijn, zijn hier vandaag aanwezig. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de resultaten natuurlijk, maar dat gaan we vandaag allemaal zien. We zijn dus bij de Flevodroom, vrij nieuw. Ik was hier toen ook met die paardenveiling. Je hebt dus hier de hele grote bak, daar kleine bak. En in alle twee de bakken vinden activiteiten plaats. 24 graden vandaag buiten, maar hier binnen is het heerlijk. En overal hier zo staan de steentjes van voornamelijk, denk ik, paardencoaches. Dus ik ga even lekker een rondje lopen. En over een paar minuutjes vindt u hier een presentatie plaats.
Ik ben weer bij Nachi en zijn overbuurman vrouw. Ik weet niet wat je bent. Hey, hallo. Ben je lekker aan het eten? Kijk, de hele tijd neuzen willen ze. Doe het maar, Nachi, doe het. Jullie redden het wel als je goed je best doet. Het lijkt zo echt van, nou, deze paarden kunnen elkaar onmogelijk ooit raken, maar het is hen toch gelukt. Heb je wat hooitjes gegeten? Ja? Heb je wat gedronken? Plasje gedaan? Ga je mee, meneer? Met het coachpaard? Ik ben heel benieuwd hoe Nudge gaat doen als rol als coachpaard. Ik heb mijn zoommensor op, dus ik ben even groot in beeld. Maar ik denk dat het met deze meneer twee kanten op kan gaan. Of, want hij is natuurlijk best wel gevoelig, hij heeft ook echt wel een karaktertje. Of hij gaat helemaal in die rol en hij reageert super erg op emotie en op dingen die gedaan moeten worden. Hey, hallo. Of hij gaat standje giraf en alleen maar bezig met de omgeving en absoluut niet bezig met wat we aan het doen zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hè? Zullen we jou die kant op gaan brengen? We kunnen gewoon lopend erheen. Dus dat is echt 5 minuten stap of zo. Als het lukt, vliegen mag ik een beetje bij jou in de buurt komen. Staan. En als ze zegt dat wil even met de man, dan mag dat ook. Dan zijn we natuurlijk afhankelijk over hoe de nacho zich draagt. Ja. Vliegen, leuk dat je er bent. Welkom. Je hebt een nacho meegenomen. En niet Marley. Ja, vertel. Het is een beetje een grote incident.
Staan en ter ondersteuning en toen kwam hij echt tussen Mireille en Feline in. Dus dat was een interessante dynamiek. Dus
dus een mooie dynamiek gezien dat u dus reageert op beide. Ja. Ja, mooi. Zag je nog een hand? We wisten even, ja, het geeft meer power. Dan kom je naar het rusten. Nou, Melanie gaf net aan dat ze zag dat hij ging splitsen. Dus hij ging een stukje pakken tussen de eerste stukje achter en Mirai en haar vrienden. En daarna ging hij er ook tussen staan. Dus dat deed ook een hele mooie dynamiek zien. Nou, laat ze even. Ik doe het nu weer, ja, precies. Dus dat laat een hele mooie dynamiek zien in wat er tussen de drieën gebeurt. Ik wil ook wat zeggen. Ja. Hij wil ook wat zeggen, inderdaad. Hij heeft er nu mee bemoeien. Hij neemt echt de rol wel op zich. Hij gaat het ook wel laten zien en hij neemt zich ook wel tussen. Maar constant in vertrouwen en in elkaar. Heel duidelijk. Dus zien jullie de impact wat er hier gebeurt vanuit de verbindingsdriehoek en de signalen die er voorbij komen? Dus net wat Feline ook heel mooi laat zien in die emotie. Dat is ook ontladen. En daardoor ontstaat er een nog andere setting. Want wat denk je nu waar? Want Feline is heel eerlijk en oprecht. Wat gebeurt er nu? Jij wordt erbij betrokken.
Ik word erbij betrokken. Nu werd jij er heel erg bij betrokken. Ja. Dat is echt mooi om te zien. Ja. Wat zien jullie nu gebeuren? Wat voelen jullie nu? Ik zie dat... Rust? Ik zie dat nu Feline meer uiting geeft in haar gevoelens dat haar paard wel rustiger wordt. Feline geeft uiting aan haar gevoelens en daardoor wordt het ook zo rustiger. Ja. Mooi. Je bent ongewend. Feline laat zien wat ze voelt en daardoor kan dat zo ook aan het sluiten. Wat een woorden komen hier voor mij, Feline. Is dat het draait om de verbinding.
voor het moment geven voor een ontzettend mooie sessie waarin heel erg veel te zien was. Dus dankjewel. Dankjewel. Wil je, Feline, als er een vraag is, wellicht aan jou willen die antwoorden? Ja? Is er iemand die een vraag heeft aan Feline? Ik weet niet wat je ervan vindt, dat ze nu zo te zorgen komen. Het is genoeg geweest. Ik weet het niet. Is er iemand? Ja. Het is echt een leuke, hè? Ja. Mag ik hem hebben? Dat zal ik je nou doen aan. Nou wacht ik er weer terug. Ik heb wel plek voor opgesteld. Van het lectoraat, toch? Ja. En wat is jouw functie daar? Ik ben lector Human Animal Interactions en dat betekent dat ik onderzoek probeer uit te zetten samen met mijn team en uit te voeren met de sector op het gebied van paardenwelzijn en hondenwelzijn. Hondenwelzijn ook nog. Ja. Jij stond hier net ook op dit podium en toen kreeg je ook een bos bloemen in handen. Waarom ben jij zo speciaal vandaag? Oh, ja, dat weet ik, dat vond men blijkbaar. Nee, we hebben dit onderzoek al 3-4 jaar geleden bedacht met z'n allen. En ik heb het wel geïnitieerd en geschreven en zo goed als mogelijk geprobeerd te leiden. Dus, Want wat is het onderzoek precies? Waarom zijn we hier? We zijn hier vandaag omdat we een onderzoek hebben afgesloten dat gaat over het welzijn van coaches en therapiepaarden. En we weten natuurlijk allemaal dat we heel veel voor mensen betekenen, maar onze interesse vanuit mijn achtergrond is dat we ook willen weten wat het voor dier betekent. Ja. Dus we hebben onderzoek gedaan naar hoe kunnen we dat zien aan de paarden, hoe kunnen we dat vragen aan de paarden, wat zijn eventuele risicofactoren. Dus ja, dat hebben we het onderzoek laten zien. En kan jij al, want dat onderzoek staat nu in een gids ook, hè? Dus mochten mensen het willen downloaden, dan zal ik even een linkje plaatsen. Maar zijn er een aantal punten waarvan je denkt, nou die kan ik alvast delen met de kijker, met wat jullie echt hebben ondervonden? Ja, nou we hebben vandaag bijvoorbeeld dingen laten zien als zijn de paarden laten bepaalde emoties zien, gemoedstoestanden tijdens sessies. En met name zijn dat ook emoties die met positiviteit te maken hebben. Dus paarden laten vooral comfortabel gedrag zien, dus dat is echt leuk om te weten. Yeah. Maar daarnaast zijn we ook eigenlijk op zoek naar wat meer wat andere positieve, losse gedragingen. Waarbij we eigenlijk vinden van nou, dat moet nog wat meer naar voren komen. Of moeten paarden misschien meer uitdagen om te laten zien. Okay, yeah. Dus dat heeft het wel gebracht. Ja, want ik heb vandaag met mijn Ivy Pirate dus een coach sessie gedaan en toen... zei Henka, Mireille zei er achteraf nog, je moet hem wel even aankomende dagen een beetje vrijgeven misschien. Ja. Want het kan mentaal heel veel voor hem. Hij heeft heel hard lopen werken daar. Want dat is een beetje een vraag vanuit mij. Ik heb bijvoorbeeld hiervoor een paard gehad, die heb ik moeten laten inslapen uiteindelijk. Maar voordat ik hem moest laten inslapen was hij al kapot. En toen dacht ik verkoop hem als coachpaard. Een vriendin van mij heeft toevallig haar paard, die niet kapot is, maar in principe alleen nog mag, ook verkocht als coachpaard. Dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè? Ja. Wat is jouw mening daarover? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje jammer, omdat het werk van een coachpaard, een therapiepaard, is ook gewoon werk. En dan moeten ze ook, hoewel misschien een coachpaard niet fysiek heel erg belast wordt, maar waarschijnlijk wel mentaal bepaalde inspanning moet leveren. Dus ik denk dat je bij het paard misschien, als hij een fysiek probleem heeft, wel moet uitkijken dat dat mentaal niet ten koste gaat. Precies, want het is een en-en voor dat paard. En dat zie je ook wel in ons onderzoek, dat bepaalde paarden, zeker paarden die fysiek of wat aandoeningen hebben, dat die toch wat chagrijniger reageren. En dan moet je wel afvragen of dat is wat je wil. Ja, want mag een coachpaard bijvoorbeeld elke dag werken? Nou, in het onderzoek zoals we het hier hebben laten zien, als het elke dag een sessie is die niet te lang is en heel eenvoudig is voor het paard, de belasting te laag is, dan denk ik niet dat het erg is. Tenminste, dat hebben we zo uit het onderzoek.
Maar ja, dat hangt heel erg van de intensiteit van de sessie af. Dat is het allerbelangrijkste. Dus zo'n sessie als ik vandaag had, dat echt tranen en emoties loskwamen, moet je niet elke dag met je vrienden. Nee. Het zegt trouwens niet per se dat de emoties die jij ondervindt ook dezelfde emoties zijn bij het paard. Nee. Maar je kan er wel van uitgaan dat dat meer intensiteit is, meer belastbaar dan een andere. Ja, duidelijk. Ja. Wat vond je van vandaag? Is het een beetje goed uitgepakt? Ja, dit hebben we 3 jaar geleden bedacht toen we het onderzoek opschreven. Van nou, we gaan het afsluiten met het symposium. Ja. En ik had me nooit kunnen voorstellen hoe groot dit uiteindelijk is. Ik vind echt dat er veel mensen aanwezig zijn. Heel hoor. Veel mensen en ook zo'n variatie aan dingen en workshops en bedrijven en vragen. En dit is echt grootser dan groots. Ja, leuk. Hoe nu verder? Want we hebben dan die gids. Gaan jullie nu onderzoeken doen? Of eerst even genieten van deze resultaten? Eerst genieten hiervan, absoluut. Ja, en we hebben eigenlijk met de honden, die ook binnen het lectoraat vallen, precies hetzelfde onderzoek. Dus daar gaan we dus in het najaar eigenlijk hetzelfde presenteren. Okay. En voor de rest lopen er nog heel veel andere onderzoeken, ook met andere diersoorten, ook met paarden. En we hebben nog niet een concreet vervolg hierop, maar wel heel veel nieuwe ideeën ook sinds vandaag. Leuk. Nou, ik wil jou ontzettend bedanken hiervoor. En ik hoop dat de kijkers nog meer kennis hebben gekregen. En even, dus als ze meer informatie willen over de resultaten, even natuurlijk via de gids, linkje in de beschrijving. Ja. En dan nogmaals bedankt voor vandaag. Alsjeblieft, graag gedaan. Oké, ik sta hier dus naast 2 van de 4 PVB-studenten die dit symposium mede mogelijk hebben gemaakt in ieder geval. Yes. Stel jezelf even voor. Yes. Nou, ik ben Isel en ik doe de opleiding Diergezondheid en Management op de Eres Hogeschool in Dronten. Ik zit nu in het 3e leerjaar en ik kom uit Almere. Mijn naam is Femke, ik doe de opleiding Hippische Bedrijfskunde. Ik zit nu ook in het 3e jaar en ik kom uit Papendrecht. Maar wel grappig, want het betekent dus niet dat je deze PVB doet, dat je dan per se hippies moet doen. Klopt, inderdaad. Ja, het is van gemengde opleidingen inderdaad. En jullie hebben, heb ik begrepen, wel iets meer met evenementorganisatie qua lessen. Klopt, En wij hebben het meer met het management, met het organiseren, wat bij betrokken is. Ja, precies. Want neem me even mee, hè. Jullie zitten dan hier natuurlijk op school. Vandaag is het symposium. Maar hoe ziet het eruit dat je überhaupt deze PVB gaat doen? Of hoe kies je daarvoor? Word je daarvoor gevraagd? Nee, je wordt er niet voor gevraagd. Er is een PVB-markt waar je rond kan lopen. En daar zijn eigenlijk de proeven van bekwaamheden, dus de dat projecten. Dat is wat het betekent, ja. Ja, om het zo te noemen inderdaad. Daar kan je dan rondlopen en dan kan je kijken wat je interesseert of wat je leuk vindt. En door middel van een voorkeur op te geven van 3 verschillende projecten wat je interessant lijkt, kan je je motiveren. En op basis daarvan word je gekozen. Oké, en jullie zijn dus gekozen? Ja, wij zijn uitgekozen. Dus dat is heel leuk. En kregen jullie toen al wel gelijk dit onderwerp toegewezen? Of? Het onderwerp was al bekend. Ja, oké. Okay. Ja. En hoe begon je dan? Want jullie hebben hier een half jaar naartoe gewerkt volgens mij. Ja. Hoe heeft het afgelopen half jaar eruit gezien? Het begon eigenlijk heel rustig, ja. Met gewoon een beetje kijken wat het onderzoek een beetje inhoudt en wat we willen. Want de locatie die was bekend, ja. Maar voor de rest wat voor invulling we daaraan wilden geven, dat was aan ons. Dus we begonnen echt met heel veel brainstormen en daarna ga je dat echt uitwerken. Dus dat was wel heel leuk. Ja. Ja, we hebben ook heel veel met de partners gesproken uit het werkveld. Dat zijn de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Dus de coaches die therapie geven met de paarden. Ja. En daarmee hebben we samen een mooie invulling kunnen maken met clinics en lezingen. Ja, precies. Ja. En wat is jullie rol vandaag dan geweest? Vliegende kieps. Ja, ik ben inderdaad vliegende kiep geweest. Ik heb overal geholpen waar nodig was. En wat was jouw taak? Ja, we zijn met z'n vieren. Mm-hmm. We hebben allemaal dus een eigen taak, behalve Isel, die was vliegende kiep. Ik ging een beetje over de stands, dus ik was het aanspreekpunt en het grootste gedeelte eromheen. En Ilse die ging over de clinics en Lisanne over de vrijwilligers. Dus zo hadden we allemaal een beetje onze eigen taak. Ja, ik vond het oprecht goed geregeld, echt waar. Nou, ik ben op veel evenementen geweest, maar dit was echt goed geregeld. Nee, het verliep ook echt heel goed. We waren zelf ook echt... We zeiden het tussendoor een beetje tegen elkaar, want het gaat echt heel goed. Ja. Ja. Dus echt super fijn. Het is natuurlijk ook onze eerste keer dat we zoiets doen. Ja, en wij hadden al even een gesprekje in de auto. Jullie hoeven gelukkig niet echt een verslag of zo nog na vandaag te doen. Maar je moet dus wel aan bepaalde competenties voldoen. Of die moet je verbeteren. Klopt. Wat voor competenties zouden dat zijn? Ik denk dat we op dit evenement veel hebben gewerkt met leidinggeven, samenwerken, organiseren. Inderdaad, dat is een grote geweest. En met innoveren zijn we ook bezig geweest. Omdat het onderzoek nog wel vrij nieuw was. En het
de resultaten waren er, maar hoe daar verder aanvulling in is gegeven, dat was natuurlijk allemaal wel heel erg nieuw. Dus ik denk dat we daar echt wel heel veel ideeën voor hebben opgedaan. Ja. Dus jullie kijken positief terug op vandaag? Ja, zeker, absoluut. Zeker. Het was dus echt een geslaagde dag. Voldoende, dat moet er wel in zitten. Dat mag ik hopen, ja. Dat hoop ik ook, inderdaad. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken. Nogmaals, ik vond het hartstikke goed georganiseerd. De kliniek was hartstikke leuk. Heel leuk. Ja. Emotioneel om te doen. Ja, dankjewel. En succes nog met jullie studie verder nog. Ja, jij ook bedankt voor je komst. Ja, heel erg bedankt. Heel leuk dat je er was. We zijn weer terug bij Natchi op stal. Hij heeft vandaag zijn slobber niet op. Dus ik heb het even aan de stal gehangen. Dan kan Edwin het vanavond misschien nog even roeren. Want ik had nog een slobber gemaakt. En die staat daar. En die vreet hij ook niet. Ik denk, want hij at die slobber dus echt super goed, die van Florian. Maar ik had er weer die kruiden doorheen gegooid voor zenuwachtige paarden of zoiets. En dat wilde hij gewoon niet eten. Dus dat had hem 2 weken, 3 weken geleden was dat ook al zo. Toen had ik die kruiden door andere slobber gedaan en toen vergat hij dat ook gewoon niet. Dus ik denk dat het aan de kruiden ligt. Maar goed, hij heeft even de kans om het op te eten en waarschijnlijk eet hij het niet op en dan gooi ik morgen alles weg. Maar in ieder geval, hij staat weer lekker hier op stal. Ik ben echt niet normaal trots op ons allebei eigenlijk. Ik hoop zo dat jullie de coaching sessie voor een groot deel hebben mee kunnen kijken. Omdat ik bang ben dat het geluid misschien niet helemaal goed is. En anders heb ik in ieder geval iets van een voice-over gedaan. Maar echt, ik had zo niet verwacht dat het zo goed ging. Hij was echt perfect en hij gaf zo goed de ontspanningssignalen. Dat hij naar mij toe kwam op momenten dat ik over emoties praten of als ik een soort opsomming noemde van nou of het ligt hier aan of het daar ligt daar aan. En dan kwam die echt zo naar me toe om echt die bevestiging te geven van ja, het ligt daar aan. Echt niet normaal. Ik hoop dat jullie het ook allemaal een beetje mee hebben kunnen kijken. Het publiek vond het super vet in ieder geval. Als in dat het gewoon echt een heel goed voorbeeld van een sessie was. En heel veel lieve complimenten van het publiek gekregen. Echt. En dat ik me ook zo kwetsbaar durfde op te stellen. En nu moet ik zeggen, het voelde ook echt als een veilige omgeving, omdat het allemaal paardencoaches zijn. Dus ze snappen het natuurlijk ook allemaal heel goed. Dus ja, ik had echt niet verwacht. Ik wist wel dat ik ging huilen, want ik moet om alles huilen. Maar dat ik zo hard moest janken, had ik echt niet verwacht. En dat heb jij bij mij losgemaakt, meneer. En op dat moment denk ik echt, jeetje, wat een bizar paard. Wat is die gaaf. Wij zijn, er is een reden waarom we op elkaar spat zijn gekomen. Hij gaat nooit meer weg. En dan op de terugweg ben je weer bloedirritant, wil je niet laden. Ik wil je niet eten. Ik denk echt, kon je achter het behang plakken. Maar nee, heel veel dingen daarna moet ik even rekening houden. Voor Natch was dit mentaal ook heel zwaar. Dus ze zei ook van, we moeten hem even een paar dagen ook weer even een beetje rustig aandoen. Want hij moet het ook allemaal verwerken en zo. Dus waarschijnlijk dat hij dus niet op de trailer wilde. Dat was gewoon een opstapeling van alles vandaag. En nou, dat komt er dan op die manier uit. Maar ik ben echt super trots op hem. Lekker drinken, jongen. Hij heeft wel redelijk gegeten daar. Maar dat buikje, dat trekt hij wel heel snel in. Dat kontje blijft natuurlijk ook nog steeds wel heel erg achter. Maar dat was in het begin ook al wel zo. Maar ik ga denk ik na het weekend eventjes toch maar wel een afspraak maken op de kliniek. Om hem even te checken op maagsferen. Gewoon even voor de zekerheid. Hij geeft eigenlijk geen symptomen, behalve dat hij zo snel dun wordt en natuurlijk ook zo snel last van de stress heeft en zo, dat hij dan gelijk zo erg invalt. Dus dat zou natuurlijk wel iets kunnen betekenen. Gewoon eventjes voor de zekerheid en dan hopelijk kunnen we hem daar dan weer even verder mee ondersteunen. Ik vind dat wel moeilijk, want dan moet hij natuurlijk ook weer van 12 uur vasten. En dan denk ik, oh, dan valt hij ook weer zo in. Maar goed, het is dan maar wel eventjes voor een keertje. En dan weten we het in ieder geval. Ik ga hem lekker bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie net zo trots zijn op Natch en op mij als dat ik op ons ben. Ik ben echt heel erg tevreden. En ik heb heel erg zin in de aankomende tijd. Weer lekker samen een beetje rustig gaan trainen. Hè, zolang hij niet afvalt en zo. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!